en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag en morgen vier ik mijn verjaardag. Morgen komt alle visite en ik heb er helemaal niks opgenomen. Het is 3:30 al en ik had nog niks opgenomen. Ik heb weer iets te lang. Planet Coaster zitten spelen en als ik eenmaal Planet Coaster speel, dan weet ik niet van ophouden en dan vliegt de tijd voorbij en is het zo weer 3:30. Daarom nog eventjes dit. Ik ga even boodschappen doen. Ik moet nog wat bier in huis halen en limonade voor de verjaardag. Ik heb gisteren heb ik een pan besteld bij Kippies. Dan hebben we lekkere kiphapjes. Lekkere kiphapjes. En ja, dat is wel lekker. Dus we hebben eten genoeg. Dan moet ik alleen nog het drinken halen. En dan is dat ook weer gebeurd. Morgen twee vlogs. Om 12 uur wil ik even een begin gaan maken. Met de voorbereidingen voor de verjaardag. En om 3:00 kunnen jullie de vlog van mijn verjaardag bekijken. Vandaag één vlogje wou ik doen. Ik ga het anders niet redden qua tijd. Dus vandaag één vlog. En morgen twee vlogs. Jullie worden verwend. Hè? Het is even de laatste 3 dagen maar één vlogje geworden. Maar ik heb het een beetje druk ook. En ik heb niet veel tijd gehad om alles op te nemen. Nou, dan ga ik zo even boodschappen doen. Ik moet nog heel even piezen. Mijn haar is gedaan. En ik ga het eventjes daar naartoe. Ik heb trouwens voor de lampen die dus buiten hangen, die dus kapot waren. Dat konden jullie in een vorige vlog zien. Die is niet echt netjes meer. Dit gaat er helemaal af. Al die verlichting gaat er allemaal af. En ik heb weer nieuwe verlichting. En dat is deze van de Kruidvat. LED verlichting. 240 lampjes. Bijna 32 meter. Aan verlichting. Dus dat gaat wel wat worden, jongens. Dat wordt wel netjes. Netjes versieren. Dus dat komt helemaal goed. Nou, katten zijn er ook nog. Die zijn weer even lekker. Ik heb Dribbel niet meer gezien. Ik denk dat Dribbel hier ligt. Ja, hier ligt Drippie. Hallo, oude Drippie. Drippie is weer down onder. Hé, mooie poes. Hé, hey, mooie Drippie. Ja, ik zie jou niet. Ja, ik zie jou wel. Maar ik zie jou alleen via de camera. Ja, ouwe poes. He. En hier is Bokito. Lekker ouwe vriend. Hallo, Bokitootje. Oh, goeie toch, wat een slaap. Hey, dat is niet netjes, hè, geel in de camera. Hè. Ja, ouwe vriend. Hè. Ouwe vriend, hè. Ja, je bent mijn vriend. Dus wat dat betreft weer genoeg. Voor de katten. Ja, die moeten toch ook af en toe even op beeld, hè? Ik vind dat het wel leuk. En er wordt af en toe wel eens gevraagd van, joh, hoe is het met Dribbel en Bokito? Dus ik zal de katten wat vaker in beeld nemen. Want jullie vroegen erom. Jullie vinden het ook wel leuk om Bokito en Dribbel te zien. Dus vandaar. Nou, ik ga weer even verder. Ik ga nu naar de Maaswijk. Ga ik even boodschappen doen met mijn moeder en dan ben ik dadelijk weer terug en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ik moet nog even mijn spullen pakken, moet check hebben. Mijn telefoon moet mee. Mijn telefoon staat al de hele tijd uit. Ik heb de telefoon nog niet aangezet vandaag. Ik ben benieuwd wat voor bericht ik allemaal weer krijg. Maar het is lekker rustig zo. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ga alvast die ga ik alvast even uitdoen, want die kan alvast uit. Telefoon alvast aanzetten. Ik ben benieuwd hoeveel berichten ik heb. Dan moet die wel aangaan, juist. En dan
Dat die stekker, die hing zo heel erg eng. Die hing in de lucht. Die heb ik gewoon hierop gezet. Moeten zeggen, joh, hang hem hierop. Want anders dan bungelt hij. En deze stekkerdoos, die is kapot. Die lag los. Dus die heb ik met plastic een beetje dichtgemaakt. Maar dit is wel een stuk makkelijker. Hij bungelt niet zo. En ik heb hem even dichtgemaakt vanwege de elektriciteit. Want het is wel gevaarlijk. Dus even kijken. We gaan even mijn telefoon even gelijk even aanzetten. Ik ben reuze benieuwd. Hebben we nog berichten voor vandaag? Hoppa. Ik ben reuze benieuwd. 1 minuut over half vier al nou. Inmiddels. Ja, ik heb nog een aantal berichten. Oh, dat is denk ik voor me 35 berichten. Ja, 35 berichten van mijn zus, van Saskia. Ik had tegen mijn zus gezegd van joh, stuur even zoveel mogelijk foto's en video's naar me toe. Dan kan ik een leuke compilatie maken. Omdat ja, de hond is natuurlijk gisteren overleden. En dan wou ik eigenlijk nou ja, een leuke compilatie. Dat vind ik ook weer zo. Dat is ook weer zo'n soort woord, hè? Leuke compilatie. Nou, ja, nee, ik vind dat niet het goede woord. Ik maak ervan een herdenkingscompilatie. Dat vind ik veel beter. Maar ik heb gezegd dus van stuur een hoop foto's en films. Dan maak ik er een soort herinneringsvideo van. Nou, ze hebben er een heleboel gestuurd, zie ik. Dus dan heb ik dat allemaal. Dus ja. Oh, zo. Dus daar kan ik dan wat mee. Kan ik even een compilatie maken. Muziek eronder zetten. En dan wil ik er een soort slideshow over maken. Met allemaal bewegende foto's, stukjes film ertussendoor. Dus dat vond ik wel leuk om te doen. Nou ja, leuk om te doen, maar ja, dus voor mijn zus is dat een soort herinnering aan de hond. Lief beestje, Bailey. We zullen hem missen. Mijn zus die vond het al heel erg stil in huis. Ja, het is altijd vervelend als je huisdier overleed. Ik heb het natuurlijk vorig jaar meegemaakt met Samson. De hond van ons, die was ook overleden. En ja, dat ga je niet in de koude kleren zitten. Het zijn echt rotte momenten. Dus vandaar. Nou, ik ga even boodschappen doen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en ik ben inmiddels druk bezig. Want ik heb alvast een verjaardagscadeautje gehad van mijn moeder. En tetetetet, wat zou het zijn? Het is een mooie nieuwe printer. Ik heb een printer gehad voor mijn verjaardag. Nou, daar ga ik wel hele leuke dingen mee doen. Ik wil nog visitekaartjes drukken, daar kan ik er mooi mee doen. Hij kan scannen. Dus helemaal geweldig. Hij staat inmiddels is hij druk bezig met installeren. Oh. Hij gaat de testafdruk maken, uitvoeren. Gaan we gelijk maar even doen. Gaan we even kijken of dat hij doet. Ik heb wel wat problemen met papier. Maar we gaan even een testafdruk doen om te kijken of dat hij ook echt werkt. En dan druk ik op uitvoeren. En dan doet hij nog steeds niks. Uitvoeren en daarna volgende. Oké, volgende. Dus dan gaan we even kijken of dat hij het doet. Configuratie is voltooid. Nou, dan moet hij het als het goed is, moet hij het doen. Zo. Die moet ik ook installeren. En dan doen we gewoon, ja, doen we gewoon alles maar. Dat is makkelijk, hè. En dan gaat hij weer installeren. 340 MB moet hij downloaden. En dan doet hij het, jongens. Dan heb ik een mooie nieuwe printer gekregen. En ik moet eigenlijk mijn kaartje van de Efteling moet ik even uitprinten. Dus dat kan ik nu gelijk met mijn nieuwe printer uitproberen. En dan gaan we kijken, jongens, wat het wordt. Ik ben er in ieder geval hartstikke blij mee. En mam, I love you. Ik vind het helemaal geweldig. Bedankt voor de nieuwe printer.
Ik ga hem zo even uittesten. Dan kan ik gelijk het kaartje van de Efteling uitprinten. Dat kan ik dan meenemen en dan heb ik alvast kaartje. Ik heb gisteren al betaald. Ik moest hem alleen even uitprinten. En dat ga ik nu dadelijk even doen. Dus dan is dat ook weer gebeurd. Nou, ik ga nog heel even verder rotzo hier. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 8:30 ongeveer. En ik ga de livestream starten. De livestream van Grand Theft Auto 5. Ik ga het zo dadelijk even livestreamen. Ik moet eigenlijk ook nog even een video opnemen. En dat moet ik eigenlijk even snel doen. Kijk dat nog even snel even voor de livestream even doen. En dat wordt de Q&A. Ja, het is voor jullie nou niet meer belangrijk, want het is al geweest. Maar ik ga een video opnemen van Q&A. Misschien kunnen mensen wat vragen stellen in mijn video. En dan kan ik ze beantwoorden in de Efteling. Lijkt me best wel leuk. Samen met Joost of zo. Lijkt me wel grappig. Lijkt me wel leuk. Dus dat ga ik nou even snel doen. En ik ga dat nu even snel opnemen. Dan spreek ik jullie dadelijk wel weer verder. Tot zo. Zo, het is inmiddels 1:30 bijna. En ik ga naar mijn bedje toe. Ik ben zat. Ik ga lekker slapen. Ik heb nog een livestream gedaan van Grand Theft Auto 5. En ik heb met Joost dat gedaan. En ik heb nog even op Skype gezeten daarna. Nog eventjes 10 minuten, 20 minuutjes. Er was Ramon bij en Tatjana. En nu ga ik lekker slapen. Ja, ik heb verder niet veel meer gedaan. Alleen die livestream heb ik nog even gedaan. En oh ja, ik had nog een opname gemaakt van de Q&A. Die video heb ik ook online gezet, gelijk. En voor de rest ook niet veel meer. Oh, voor de rest ook niet veel meer gedaan. Dus dus een beetje lekker even nog een beetje uitrusten. Lekker rustig aan gedaan vanavond. En morgen het grote feest. En natuurlijk ga ik daar een vlog van maken. Tuurlijk. Daar ga ik natuurlijk even een vlog van maken. En die vlog die kunnen jullie morgen zien om 3:00. 12:00 komt er eerst een vlog van de voorbereiding. En om 3:00 is de vlog van van mijn verjaardagsfeest. Mijn 42e verjaardag. Die komt dan op het kanaal. Nou, dinsdag naar de Efteling. De Winter Efteling. Dus er komen nog een heleboel leuke video's aan. En binnenkort de verrassing. Het tripje naar het buitenland. Waar we naartoe gaan. Ja, dat zouden jullie wel willen weten. Maar dat ga ik nog even niet vertellen. Dat is nog een verrassing. Nou, ik ga hem bij deze ook neerleggen. Ik heb niet veel meer te melden, dus ik hou het kort. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, doedels, vreselijk. Je doet het je eerste vijand niet aan. De groetjes en tot morgen en tot een nieuwe vlog. De groetjes allemaal en jullie weten het. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe.